Het is natuurlijk een happening van de jongens. Ja. En, je weet het nooit, de bal is rond. Dus als het, dat zagen we tegen de boys ook. Ik denk dat we een voorbereiding hebben gehad die niet beter kan dan dit. Ik heb veel meegemaakt met VBSB. Mijn oogappeltje natuurlijk. Maar dit is gewoon uniek. En dat maak je nooit meer mee. Nu even poker in de bus, even chill worden en dan, dan spelen. Het doelpunt groot, ja hoor, daar zit hij erin. En dan komt het schot op doel, ja dan gaat hij erin. Oei, VVV, dat is zo jammer. 3-0 is het uiteindelijk dus geworden voor FC Utrecht, maar dat is totaal geen schande. Echt, we mogen de supporters, vrijwilligers, iedereen wil ik hierbij bedanken. Zij hebben er een groot feest van gemaakt. En zonder hun was het nooit zo'n spektakel geweest. Niet alleen deze wedstrijd, maar ook alle vorige wedstrijden. Ja, mooie wedstrijd voor VVSB natuurlijk, maar toch lekker voor ons dat wij in de finale zitten. Ik ben echt super trots op iedereen, alles en hoe we de dag vandaag beleefd hebben en zo is echt genieten gewoon.